Het snijwerk aan het Hiersorgel hier in de Petruskerk in Leens is gesneden door de in 1695 te Groningen geboren Caspar Streubig. Hij behoort samen met Jan de Rijk tot de bekende Groninger beeldhouwers. Ik was bekend met het werk van Caspar Streubig door eerdere restauraties aan de preekstoel in de kerk van Zuidbroek en aan de preekstoel en de reconstructie van het doophek in de kerk van Haren. Toen hier de steiger bij het orgel was geplaatst en ik het snijwerk van dichtbij kon bekijken, bleek dat de schade veel groter was dan verwacht. Bijna aan ieder stuk snijwerk mankeerde iets. Van kleine stukjes tot grote delen die verdwenen was. Zoals de voet van de fagotspeler, de vleugeluiteinde en het pootje van de adelaar en het complete rasterwerk van het snijwerk in een van de zijtorens. In de loop van de jaren waren veel lijmverbindingen losgeraakt. Dit had men bij een vorige restauratie opgelost door de metalen strips achter te bevestigen. Na inventarisering is in samenspraak met het kerkbestuur en de Stichting Hiersorgel besloten om al het snijwerk tot in de puntjes te restaureren. Van het hele restauratieproces heb ik videobeelden gemaakt en dat wil ik u graag laten zien. Het begint met het uitnemen van het snijwerk. Alle metalen strips zijn verwijderd. Ik heb een fronttekening van het orgel gemaakt waarin ieder stuk snijwerk een nummer heeft gekregen. Met een plakketje op het snijwerk met hetzelfde nummer, zodat alle stukken weer op hun eigen plek terug konden worden geplaatst. Ik heb een mal gemaakt met de ronding van de torens, zodat het snijwerk op de mal weer pasgemaakt, verlijmd en bijgesneden kon worden. Met fijn staalwol worden de lijmresten verwijderd, zodat er later geen vlekken in de maslaag ontstaan. Ook dit stuk is van een ronde toren. Er is een stukje tussen gezet, uitgezaagd, verlijmd en bijgesneden. Dit is een holgebogen stuk snijwerk van een tussenveld. Door de werking van het hout is het in de loop van de jaren gekrompen en moest er weer een nieuw stukje tussen worden gelijmd om het weer passend te maken. Dit was bij vele andere stukken ook nodig. Ook dit stuk is hol gebogen en het zit tegen de middentoren. Het snijwerk verjongt het tussenveld naar boven. Het bladmotief wordt hier met de guts bijgesneden.
en de finishing touch met de burijn. Het oude hout wat ik voor de restauratie heb gebruikt is Slavonisch eiken uit dezelfde tijd als dat het orgel is gebouwd. Het komt van een oud kabinet en begint nu weer een nieuw leven hier aan het Hiensorgel in Leens. Hoe duurzaam wilt u het hebben? Het snijwerk is allemaal weer in de was gezet. U ziet de warme gloed van het hout helemaal weer terugkomen. Complimenten aan de vrijwilligers die de hele orgelkas in de was hebben gezet. Met het fantastische resultaat. Er ontbraken 20 kuifjes van de acanthusbladeren bovenop de bekroning van het orgel. Deze zijn ter plaatse weer aangevuld en bijgesneden. Hier wordt het snijwerk weer teruggeplaatst in de orgelkas. Met dank aan Albert Rodenboog die me geweldig heeft geholpen bij het uitnemen en het terugplaatsen van het snijwerk. Chapeau. Ik heb met heel veel plezier en voldoening aan deze restauratie gewerkt. Dank aan orgelmakerij Rijl voor de prettige samenwerking. Dank aan het kerkbestuur en de Stichting Hiensorgel voor het in mij gestelde vertrouwen. Dames en heren, zodra het weer kan, kom naar deze eeuwenoude kerk. Geniet van dit prachtige orgel. En niet alleen om te luisteren, maar ook om te kijken. Met deze restauratie is er weer een parel toegevoegd aan het rijke orgelbezit in ons geliefde Groninger land. De orgeltuin van de wereld. Dank u wel.